Goeiedag. In de Creëer jouw leven Facebookgroep met als thema onbewustzijn of stupiditeit en wat is het verschil en wat is wat. En ik heb hierover informatie gevonden in de reference materials. Dat zijn duizenden pagina's van clearings en stof. Van Foundations en van Choice of Possibilities classes die Gary en Dane hebben gefaciliteerd. En als een humanoid heb je nogal snel neiging om te denken dat als je dat woord stupide gebruikt, dat je dan in een oordeel bent. Maar tegelijkertijd is de neiging in de laatste tijd zeker heel groot om daarheen te gaan. Want er is zoveel onzin die om ons heen gebeurt. En de keuzes die mensen maken zijn heel vaak totaal niet bewust. En totaal niet vanuit hun gewaarzijn en vanuit hun communicatie met hun lichaam. Dus het leek me leuk om een stukje klein stukje oude reference materials te lezen over stupiditeit, over onbewustzijn, wat het verschil is en de manier waarop je dat kan creëren en waarop je dat kan gebruiken. Waarom Gary dat woord gebruikt is als we onbewustzijn creëren, dan is daar meestal niet zoveel lading op. Ja, dat willen we allemaal kwijt, maar daar komt gewoon niet zoveel lading bij omhoog. Terwijl als we stupiditeit kleren, komt er veel meer lading, omdat dat allerlei oordelen zijn die met dat thema verbonden zijn. Dus, en tegelijk is het eigenlijk vanuit Access Consciousness standpunt een synoniem. We gebruiken stupiditeit waar we anders onbewustzijn zouden gebruiken. En ik ga zo meteen dat stukje lezen. Wat ik nu zit te doen is te kijken of ik de video ook nog kan vinden. En dat weet ik niet of het lukt. Ook nog kan vinden op mijn mobiel, want dan zie ik reacties. Ik vind het altijd heel tof als er vragen zijn met betrekking tot waar ik het over heb. En dan kunnen we in detail daarop kijken. En ik heb hier dat stukje staan over stupiditeit. En het is in het Engels. Volgens mij is het niet ingewikkeld of lastig als ik het in het Engels lees. Voor meeste van jullie. En mocht er iemand moeite mij hebben, dan hoor ik het graag en dan kan ik het vertalen. Stupidity. In order to make yourself unaware, you have to create yourself as stupid. You have to create stupidity in order to create unawareness. It can apply to any area of your life. Waar we dat zien, het meest dynamisch waarschijnlijk, is in de keuzes die mensen maken met betrekking tot hun lichaam. Ik was een aantal dagen geleden naar een kapster en die zegt dan: hey, en ben je al aan het overwegen om die vaccinatie te doen? En ik denk dan een soort van, omdat je zoveel reist, dan is het toch handig voor jou. Is het handig voor mij omdat ik zoveel reis om mijn lichaam te gaan vernielen? Ik dacht het niet. Maar dat is zo vaak het standpunt van mensen om ons heen. Ja, ik wil mijn vrijheid terug, dus ik doe het wel. Wat kan mij dat schelen? Ik wil mijn vrijheid terug. Krijg jij vrijheid als je iets doet waar je lichaam totaal geen belangstelling in heeft en juist daartegen is? Ik weet het niet. moet natuurlijk iedereen zelf weten. Maar ik zie dat zo. Ik had gisteren was mijn schoonmaakster hier. En dat is een enorme lief, zo'n lief mens. En iemand waar ik al jaren altijd op kan vertrouwen. En ze doet haar werk geweldig. En één keer per week maakt ze schoon bij mensen die boven 80 zijn. En die zijn allebei gevaccineerd. En die man zei, ja, ik zat ook te kijken of het nodig was of niet. En die vrouw, die vroeg haar, ben je al gevaccineerd? En ze zei, nee, dan ben ik ook niet van plan. Ze is heel eerlijk. Dus ze zei gewoon hoe dat is.
En later dacht ze, oh shit, ik had gewoon moeten liggen. Was ik dat hele gesprek hoefde ik niet aangaan. Maar die vrouw zei, nou, ik snap wel dat je dat voor jezelf niet doet, maar doe dat dan voor anderen. Wauw, doe dat dan voor anderen. Dat lijkt me zo'n gevaarlijk manier van gaslighting. En dan komt het uit het mond van zo'n oude vrouwtje boven 80. Niet oké. Okay. Ik vind dat niet oké. Okay. Maar goed, wat ik vind is niet zo interessant en ook niet zo belangrijk. Wat Gary zegt over stupidity en onbewustzijn. There is a difference between stupidity and stupid. Stupidity is what you do to cut off your awareness. Stupid is somebody who doesn't have enough sense to come out of the rain. Stupid is uneducated. Stupidity is unawareness. En dan in dat zin, stupid is uneducated. Dat betekent natuurlijk niet dat je, als je geen universiteit hebt gestudeerd, dan ben je stupid, dan ben je dom, dan ben je stupid. Wij kunnen onszelf educaten. Wij kunnen zelf informatie zoeken die we nodig hebben. En wij vinden ook vanzelf informatie als we de vraag stellen: hey, welke informatie ontbreekt hier? Wat mis ik hier? Ik krijg zoveel filmpjes doorgestuurd of naar mij toegestuurd die ik echt moet kijken. En gelukkig krijg ik geen bullshit toegestuurd. Ik krijg gewoon dingen van mensen die met zoveel inzicht het hebben over de huidige situatie. Of van verschillende dokters, wetenschappers en advocaten. En dat is ook niet overweldigend veel informatie. En sommige dingen vind ik op allerlei verschillende kanalen. Maar ik voel me daar niet mee overgespoeld. Ik volg ook helemaal geen tv. Heb ik totaal geen zin in, ook geen behoefte aan. En mijn lichaam geeft heel duidelijk aan dat daar niet zit. Dat education, dat stuk van opvoeden en informatie verzamelen, valt daar niet te vinden. En dus het is niet zo moeilijk voor iemand die Engels kan om aan betrouwbare informatie te komen. En daardoor natuurlijk kunnen we veel bewustere keuzes maken. Dus there is a difference between stupidity and stupid. Stupidity is what you do to cut off your awareness. Stupid is somebody who doesn't have enough sense to come in out of the rain. Stupid is uneducated. Stupidity is gelijk aan unawareness, onbewustzijn. De proces die wij gebruiken in Access en die jullie misschien al gehoord hebben, is: what stupidity are you using to create the peep you are choosing? What stupidity are you using to create the financial struggle you are choosing? Everything that is times a gazillion will destroy and create it all. Good and bad, right and unpotent, all natures, boys and beyonds. What stupidity are you using to create the lack of ease with your body? Are you choosing? Everything that is times a gazillion, destroying and created all. Good and bad, right and unpotent, all natures, boys and beyonds. What stupidity are you using to create the lack of information and the lack of insight? You are choosing. Everything that is times a gazillion, destroying and created all. Good and bad, right and unpotent, all natures, boys and beyonds. En natuurlijk vele andere verschillende combinaties kan je gebruiken met deze clearing. En wat ik weet, wat ik ervaar, is dat het zo belangrijk is in deze tijd om te leren allowance, toelating te hebben voor stupiditeit, voor onbewustzijn om ons heen. Anders zijn we heel snel in reactie en op het moment dat wij in reactie zijn, dan versterken we natuurlijk al dat wat wij niet zo leuk vinden. Dus allowance, allowance, allowance. Toelating, toelating, toelating. Interessant standpunt dat ze dat standpunt hebben. Interessant standpunt dat ik daar standpunt over heb. Interessant standpunt dat ik een standpunt heb over dat zij daar een standpunt over hebben. Is een hele belangrijke in deze tijd. En dankzij Access Consciousness kan je echt veel meer ruimte hebben in allerlei situaties waar mensen
tegen onszelf kiezen, wat natuurlijk niet iets is wat je graag ziet. Wat als wij ook toelating kunnen hebben voor het feit dat we niet iedereen kunnen redden. Dat we zeker niet kunnen redden degene die niet gered willen worden. Dat kost heel veel energie en het werkt gewoon tegen. Ik vond de zin die velen van jullie waren misschien voor de facelift class van Shannon O'Hara en Grace Douglas, een paar maanden geleden was het. En Shannon zei daar een zin die ik had opgeschreven en die ik heel tof vind, waar ik totaal mee eens ben. Allow those who don't desire change to suffer, was what she said. Laat degene die niet verlangen naar verandering met hun ellende. Laat ze dat hebben wat ze kiezen. Wat we kiezen is wat wij willen creëren. En wat als wij daar toelating voor kunnen hebben. En op een moment dat we helder krijgen wat wij willen kiezen en wat wij aan het kiezen zijn, en kiezen consequent in dat richting, is het ook makkelijker om anderen te laten hun eigen keuze hebben. Want zolang je dat zelf nog niet helemaal helder hebt, zoek je altijd bevestiging in je omgeving om jouw standpunt te versterken. Maar wat als dat niet nodig is? Wat als we niet meer hoeven te functioneren op het niveau van standpunten en van oordeel? Maar kunnen functioneren op een niveau van bewustzijn. Hey, ik weet wat hier voor mij gaat werken. Ik weet wat hier voor mij niet werkt in deze 10 seconden. Ik weet wat ik ga kiezen. En dat is mijn keuze. En wat anderen kiezen is hun keuze. En ik mag mijn keuze hebben. En ik sta achter mijn keuze. En zij mogen hun keuze hebben. En ik snap wel dat zij achter hun keuze staan. Wat gaat het creëren over 5 jaar als ik dit kies? Als het licht is, als het droom is. Tof. Wat gaat het creëren voor hun als ze dit kiezen? Misschien is het niet zo licht. Misschien zijn ze dat helemaal niet gewaar of zijn ze daar helemaal niet mee bezig. Dat is ook een keuze. Het is ook een keuze om niet te kijken naar verder dan morgen. Als we creëren, elke keer als we iets kiezen, creëren we niet alleen in die 10 seconden van keuze, maar creëren we andere toekomst. En we zijn allemaal creators van ons leven. En dat is heel tof om dat te beseffen, dat iedereen een keuze heeft. En keuze staat boven alles. Keuze staat boven alles wat je anderen kan aanreiken. Dus dat is waar ik het over wou hebben met deze. Overal waar ze tegen jou hebben gezegd dat je stupide bent, dat je dom bent. En jij gebruikt dat oordeel tegenover jou. En ben je niet bereid om te kijken naar stupiditeit als onbewustzijn. Dus je blijft daar altijd oordeel over hebben, waardoor je altijd in oordeel gaat van jezelf. Als deze thema ter sprake komt, of als je iemand, zelfs als je iemand ziet stupide dingen te kiezen, ga je in oordeel van jezelf. Wil je dat vernietigen en ontkreren? Goedem bedrijden om potom pok online shots, boys en beyonds. Aan alle drievoudige sequentiesystemen die je terugbrengen naar het moment, wanneer je over jezelf ging oordelen omdat iemand tegen je zei dat je dom bent. En je wil dat zeker niet voor anderen creëren. Goedem bedrijden om potom pok online shots, boys en beyonds. Alle oordelen die je hebt in jouw systeem met betrekking tot dit en al de lading die daarop zit, wil je dat dissipate and release? Wil je dat losmaken en ontsluiten? Vraag jouw lichaam om het loslaten
losmaken en ontsluiten. Goedem bedrijden en podem ook online shield poison bij ons. Cool. Dus wat als wij voornamelijk ons gewaar zijn van wat er gecreëerd wordt als we de keuze maken, kunnen gebruiken om keuzes te maken die meer creëren voor ons? En wat als we toelating kunnen hebben voor vaak stupide keuzes van verschillende mensen om ons heen? Wat gaat dat creëren? Wat zal dat creëren? Zeker veel minder lading, zeker veel minder polariteit, veel minder strijd, veel meer gemak voor jou, om jouw leven zo te creëren zoals het mogelijk is. En het gaat ook inspiratie creëren voor degenen om je heen die misschien nog naar de mogelijkheden kijken. Want die laten zich veel liever inspireren door iemand die geen lading heeft. En geen standpunten probeert te verkopen met onder druk. Maar gewoon overduidelijk een andere mogelijkheid ziet. Een andere mogelijkheid heeft. Maar ook gemak ermee. Hoe zou dat eruit zien? En wat als het mogelijk is? Bedankt voor kijken. En ik ga kijken wat het volgende thema heeft volgens mij met lichaam. En lichaamsbewustzijn te maken. Ik ga nog kijken hoe ik het ga inpakken en wanneer ik ermee live kom. Hele fijne dagen, mooie dagen. Doeg!